Deze nieuwsuitzending betreft humor. En humor houdt in dat je kritiek hebt op het systeem. Alles wat het systeem is, dat is om te brullen eigenlijk. Nou, ik vond dus een filmpje op internet, Tort. En dan laat ik even die man aan het woord. En dan ga ik door naar die vrouw. En die vrouw heeft als frase: moderne vrouwen jammeren en klagen. En daar gaat ze dan een woord over hebben. Nou, ik ga er lekker kritiek op hebben. Het is alleen maar bedoeld voor de humor. Ik ga er wel een bijbeltekst bij trekken. Dat is natuurlijk wel, maar dat is voor de humor. Ja. Nou, luister maar even naar de intro van die man. Quickly. Go to www.xtechsupply.ca for all the latest gadgets like wireless chargers, action cameras, and more. www.xtechsupply.ca, and I'll leave that link in the description. Now, for the video, I've always said that it should be really embarrassing for modern third wave feminists when other women come out and criticize them. Think about that for a second. It's like self-cannibalization. Third wave feminism has gotten so ridiculous and so outlandish, and its message just completely removed from any reality, that women, people that should be allied with third wave feminists, have actually started coming out and criticizing it. That's exactly what happens in this next video. Let me know what you think about it. I will see you guys in the next one. After all, if we were in a universe... Ik weet echt niet precies waar die man het nou op aanstuurt, maar het punt is dat mannen horen voorop te lopen en die vrouwen die horen te steunen. Of die vrouwen worden ook mannen en dan mogen die vrouwen voor 50% vuilnis op gaan halen. Dus op het moment dat hier in Arnhem, ik heb vuilnis, ik zeg het maar eerlijk hoor. En dan heb ik dus allemaal die rotzooi, die doe ik in zo'n grijze plastic zak. En die zet ik beneden aan de weg. En dat zijn allemaal mannen. Ja. Dus Arnhem is seksistisch. Want al die mannen wilden het vuilnis, die willen graag, oh, het vuilnis is van ons. Arnhem is een seksistische stad. Ik weet niet of het in Doetinchem beter is hoor, maar, of in Deventer, Zutphen. Maar dat doen die vrouwen dus niet. Hè? En van God mag dat. En lees Genesis nog maar een keer. Dat die vrouw heeft een. Dat heet ondersteunend, maar het is leidinggevend. Een goede vrouw, die speelt het goed uit. Nou, wel is het zo dat vrouwen niet kunnen ouwehoeren. Daar zit niet hun kracht. Zelfs Friedrich Nietzsche heeft gezegd, want als vrouwen niet kunnen toveren, of dat vermogen tot toveren verliezen, dan zijn ze dood. Ik probeer er humoristisch over te doen. Om een beetje jullie op te wekken. Ja, wat staat er dan in de Bijbel? Nou, niet in de Bijbel staat... Oh ja, Friedrich Nietzsche heeft dat gezegd. Hè, van vrouwen moeten kunnen toveren en voor de rest bek houden. In de Bijbel staat vrouwen moeten de bek houden. Nou, nu heb je een vrouw aan het woord. Ik wil niet zeggen dat ze het fout heeft. Zij heeft een kritiek op feminisme. Maar dat slaat nergens op. En je bent je als mens bewust van het feit dat je een vierwekelijkse periode hebt en allemaal hormoonwisselingen. Ja, qua taal, je was als eerste begonnen met de oude hoeren, maar die mannen zijn je daarna voorbijgesneld. En dan God gaan vervloeken? Ja, ik dacht het even niet. Dat is gewoon gebeurd.
ik weet echt niet waar het feminisme over gaat. En het contrafeminisme, wat Janet Albrechtsen gaat vertellen. Uit Australië, denk ik. Dat snap ik ook niet. Maar luisteren we even naar haar. University lecture hall, I'd probably have to issue some kind of trigger warning that the following content will offend old-style feminists, modern-day grievance warriors and most certainly... Old-style feminists. Nou, de old-style feminist, die heette Eva. En de deal was, zij zou Adam steunen en Adam zou voor de rest wel zorg dragen. Toen heeft Adam tegen Eva gezegd van kijk, wij wonen hier in het paradijs en ik weet alles en jij niet, stomme bitch. Maar ik zal het jou vertellen, en niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En niet doen. Dat was een old style feminist, die Eva. Ja, behalve dat ze dan toch ging proberen. Ja, maar dat is niet mijn fout, hè. Even luisteren naar deze vrouw. Certainly Julia Gillard. And if I was attending a conference of university students, I'd have to politely ask you not to applause at the end because it triggers anxiety, and if you could just please do this kind of weird jazz hand thing instead. So it's great to be here at Big Ideas. So what on earth is wrong with feminism today? Well, it's too early for karaoke. But feminism should really be summed up by Helen Reddy's iconic song, and you know the lyrics, I am woman, hear me roar, I am strong, I am invincible. Instead, though, the lyrics... What the fuck? Nee, nu kunnen we stoppen. Helen Reddy? Wat zei ze nou? I am a woman, I am strong. Ja, het lijkt me een heel mooi idee, hoor. Ik heb zo een moeder gehad, die heb ik zwanger gemaakt. En die zei, nee, ik kan niet afwassen, want dat kan ik er niet bij hebben, want ik heb al een baan. Dus jij moet voor mij zorgen. Ik ben een vrouw en ik ben sterk. Nee, je bent helemaal niet sterk. Ga er weg. Ja, maar wij vrouwen kunnen ook schaken. Nee, dat kunnen jullie helemaal niet. Ga er weg. Ja, wij vrouwen kunnen ook werken bij de vuilnisophaaldienst. Ja, doe dat dan. Laat maar zien. Laat deze bitch die nou in beeld is, laat maar zien dat ze elke ochtend om 5:30 de nest uitgaat. Om van die vuilnisbakzakken in zo'n vuilnisauto te gooien. Dan wil ik het geloven. Maar zo'n bitch met een bril en een leuke jurk, die staat de ouwe hoeren over old style feminism. Waar heb je het over, joker? Ja, maar ik ben dokter. En ik werk voor de stichting Voltaire. En zoals jij weet, Perry, dat weet je best wel. Voltaire was een jezuïet. En dat lijkt toch op waar jij zo'n fan van bent, van Jezus. Ja. Voltaire heeft ook nog gezegd, best wel grappig hoor, maar Voltaire heeft gezegd, het feit dat de Jezuïeten, de katholieken, het verbieden om de Bijbel te lezen, is niet meer dan terecht. Want een grotere bagger heb ik nog nooit onder ogen gekregen. Laten we doorluisteren naar deze blonde bitch. Of modern feminism go something like this. I am woman, hear me whine. I am weak, I am vulnerable. Dat is helemaal niet waar. De moderne feminist, dus de moeder van mijn kind, die zei tegen mij, jij doet wat ik zeg of ik zorg ervoor dat jij jouw kind nooit meer ziet. En toen ik een beetje begon te whinen, te jammeren. Toen zei ze, wat? Jij jammeren? Nou, dan flikker ik je de deur uit. Heb je dat goed begrepen? Ik sodemiette je gewoon weg. En een alimentatie, AUB. Huh? Zielig? De moderne vrouw? Ga er weg. Die is de baas.
En ze maken alles kapot. En daar heeft deze blonde bitch het niet over, hoor. Ben jij gek? De moeder van mijn kind, die heeft mijn kind aan het janken gekregen. En deze blonde bitch zal zeggen, ja, dat is old-fashioned feminism. Dat je je kind zo snel mogelijk leert te huilen, want daar worden ze hard van. Of wat dan ook. Maar deze bitch gaat het niet hebben over die brunette van mij. Natuurlijk niet. Een beetje in de rondlopen, ouwe hoeren. En trouwens, ze heeft 2 microfoons en dat snap ik ook niet. Ze heeft zo'n headset dingetje om. En een dingetje nog met een balletje eromheen. Is dat omdat ze zo'n stinkende adem heeft? Ik weet het echt niet. Now the notion of triage, of prioritizing problems, of addressing those most in need, has been inverted by modern day feminism. And if today's feminists ran a hospital emergency department, they would surely be rushing to fix an otherwise healthy middle-aged woman with a common cold over a young girl facing a life-threatening injury. Now, don't get me wrong. Sorry? Wat zei ze nou? Wat is hier het probleem? We hebben het toch over het feit dat God samen met Adam... Er is een overleg geweest tussen Adam en God. En Adam zei van nou, de helft van de mensen, als die mij nou helpen... En met een tengels afblijven van de boom van kennis en goed en kwaad. Dan kunnen we eeuwig in het paradijs wonen. Maar ja, die Adam die viel met zijn leuke testosteron stijve dinges, whatever. Ja. Voor Eva. En daar ging het fout. Daar moet je het over hebben. Maar goed, we gaan even dus terug. Wat zei ze nou? Even play. It's an otherwise healthy middle-aged woman with a common cold. An healthy middle-aged woman with a common cold. Ja, oké. Okay. Dus een gezonde vrouw op leeftijd met een verkoudheid. Oké, okay. Dus een vrouw op leeftijd, niet al te oud... Met een verkoudheid. Mooi zo. En wat gaat mevrouw nog meer vertellen? Over a young girl facing a life-threatening injury. Een jong meisje met een levensbedreigende wond. Of injury. Wat is het? Beschadiging? Dus we gaan liever een oud vrouwtje helpen met een verkoudheid dan een jonge meid met een levensbedreigende beschadiging, injury. Nee, helemaal niet. De moderne vrouw die gaat neuken met iedere kerel die ze maar in de bed kan krijgen. Ja, dat is mijn ervaring en ze lopen de hele tijd te zeuren. Ik ken die moderne vrouwen toch? Ik wil geld. En een leuke baan. En nee, afwassen, daar heb ik niks aan. Ik moet een man die een afwasmachine koopt en die afwasmachine aandoet. En dat ik elke dag, als ik schone bordjes wil hebben, dan zie ik een schoon bordje in de kast. Oké, joh. Ga maar lekker door, mevrouw Janette. It's okay. Now, don't get me wrong, because as Anne Mann said so eloquently many years ago, women like me inhaled the benefits of feminism as naturally as the air we breathe. But today the air is toxic. Today's modern feminism is a corruption of what feminism should be. It's become a trivial movement that infantilizes women, and it's taken one heck of a moral detour away from real issues of freedom. But if feminism is not about freedom, what's the point of it? If it's not about freedom... Fuck. En wat is freedom? Feminism? Freedom? Kijk, die bitch, hè? De moeder van mijn kind. Ik deed 7 dagen in de week deed ik de afwas. 6 dagen in de week maakte ik het ontbijt. 4 dagen in de week zorgde ik voor het avondeten. Ik bracht ons kind voor de helft van de tijd naar school. Alle tandarts bezoeken, want madame, de moderne feminist, was bang voor de tandarts. Dus die wilde ook niet met mijn kind naar de tandarts. En dokters bezoeken, ja, dat kon ze niet doen, want ze had een vaste baan. Ze werkt bij het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling, want zij kan namelijk niet rekenen.
En de CITO vindt het vooral belangrijk dat er zo stom mogelijke mensen werken. Want ze gaan alleen maar iedereen vertellen dat je niet kan weten hoeveel 3x4 is. En dat was een bedreiging voor die stoepmoeder. Die wilde haar vrijheid. Haar vrijheid in fucking wat? Ja, maar Perry, moet je goed begrijpen. Kijk, jij deed elke dag de afwas. En dan hoeft zij dat niet te doen. En dat scheelt dan toch weer een half uur, 3/4 per dag. En jij stond dan 6 dagen in de week als eerste op. En dan kan zij in de bed blijven liggen. En heeft ze ook vrije tijd. Maar dat is geen vrijheid, hè. Want dan heb je ook nog de vuilnisbak. De zak heb je altijd aan de weg gezet. En dat hoefde zij niet te doen. Maar dat is geen vrijheid. En je hebt ook de lege flessen weggebracht. Maar dat is geen vrijheid, snap je, Perry? Begrijp je dat goed? En jij bracht het meeste geld binnen per maand of per week. Maar dat is geen vrijheid voor een vrouw. Hé? Dat moet je wel begrepen, jongen. De vrijheid van een vrouw is, in jouw geval, dat ze wilde neuken met Peter Bosman. En dat wist ze pas nadat dat jouw dochter, jouw kind, 5 jaar was. Maar je moet zo'n vrouw daar de ruimte voor bieden. Van ja, ik heb geneukt met Perry Winkel, we hebben een kind, is van 5. Maar nu wil ik neuken met Peter Bosman. En die vrijheid, die heeft die vrouw nodig. Daar zou deze blonde bitch het over moeten hebben. Ja, maar Perry, dat is maar 1 voorbeeld van een vrouw, te weten de moeder van jouw kind. Voor de rest echt niet, hoor. Oh, nee? Oh, nee? Hoeveel vingers heb ik aan elke hand? Denk je dat ik de voorbeelden niet ken? Daar zou deze bitch het over moeten hebben. En een beetje als bitch in de Ecclesiast gaan lopen vertellen. Ja, feminisme is best oké. Want wat in de Bijbel staat, dat kennen we allemaal wel. En dat geloven we wel. Maar ik heb een beter idee. Want het moderne feminisme, dat is er niet goed. Maar het oude feminisme wel, hoor. Want ik heb een bril en ik doe er helemaal niet aan om vrouwen af te zeiken die terwijl ze kinderen hebben gaan lopen neuken met andere kerels. Want dat is, dat is bijbels. Dat vrouwen dat niet mogen. En zij is anti-bijbel. Vrouwen moeten lekker op hun rug mogen liggen. We hebben de knieën uit elkaar, elke kerel erin. Toch? Of niet? Wat ben ik nou hier, de idioot? Really, it's just a lobby group. For pet grievances. And yet today's feminists feast on a smorgasbord of whinges and whines, of victimhood games and misogyny claims and gender binary discussions and Western world obsessions with the pay gap and quotas and glass ceilings. Brave riders of feminism's glass ceilings? Glazen plafonds? Gaat zij mij nou vertellen dat vrouwen niet kunnen schaken omdat ze een glazen plafond ervaren? Nee, vrouwen kunnen helemaal niet schaken. No way. Ja, maar ze mogen het toch wel? Ja, ze mogen schaken en ze doen het niet. Ja, maar Perry, ga je me nou vertellen dat als je niet regelmatig schaakt, dat je het dan niet leert? Maar dat is seksistisch. Ik vind dat er een wet moet komen dat vrouwen die hebben dan 3 keer geoefend en die winnen dan het wereldtoernooi schaken. Want vrouwen mogen ook een keer winnen, hoor. Een glazen plafond, rot toch op. Popstars like Taylor Swift, who said recently, "I didn't see myself as held back until I was a woman." Well, as Heather Wilhelm wrote, "Ik zag mezelf niet als held back totdat ik erachter kwam dat ik een vrouw was." Jezus, mijn Christus. Alle mensen die, misschien dat je zo'n toets moet doen. Hè? Dat je een baby kan je niet vragen, ben je mannetje of vrouwtje? Want baby's kunnen niet praten. Hè? Maar dan worden die mensen worden dan 2. En als ze 2 zijn, kunnen ze praten.
Nou, dan vraag je aan zo'n mens, ben jij een man of een vrouw? En dan zegt zo'n mens, ik weet het niet. Ik ben ongeslachtelijk. Ik ben me niet bewust van... Nee, ik weet het niet. Nou, heb je gelijk een probleem? Ja, maar toen ik 18 was, toen kwam ik erachter dat ik een vrouw was. En dan ben je wel erg langzaam van begrip, of niet? Ja, maar mijn vrouw zijn, dat is heel belangrijk. Want kijk, die mannen, die zijn gewoon mannen. En mannen, ja, dat weet je wel, Perry, dat weet je zelf heel goed. En mannen maken alleen maar oorlog. En ik niet, hoor. Nee, deze vrouw lult uit haar nek. Recently in the Federalist, held back from Wat Tyler, building a net worth of $250 million. Now, it's probably too much to expect modern... $250 million. Het woord. $250 million. Wat betekent dat? 150 kogels? Dat heeft een betekenis. 23 Kalashnikovs. Dat heeft een betekenis. $250 million. Maar zij is er al lang blij mee, want die bril van haar, die kost er echt wel €500. Celebrities to become feminist icons, but when women like Gwyneth Paltrow devote their time to the wonders of vaginal steaming and teaching us. Wat? Vaginal steaming? Dat zei die bitch. Wat is dat? Even overnieuw hoor. Vaginale stoom. $250 million. Now it's probably too much to expect modern celebrities to become feminist icons, but when women like Gwyneth Paltrow devote their time to the wonders of vaginal steaming and teach. Ze zei echt vaginal steaming. Terug. Vaginal steaming? Nog een keer. Now it's probably too much to expect modern celebrities to become feminist icons, but when women like Gwyneth Paltrow devote their time to the wonders of vaginal steaming and teaching us how to yawn properly, you really. Wat? Vaginal steaming. Nou, steam, dat is stoom. En to steam, dat betekent stomen. En dan komt er achteraan yawning. Dat is toch kreunen, of niet? Ik ga het eventjes opzoeken hoor, op translate.google.nl. Ik ben er toch stikzagrijnig. En Jurk Biesma, luister niet naar, hier niet naar. Want ik heb al lang met haar afgesproken, met Jurk. Dat dit is systeemkritiek en Jurk doet meer aan de blijde boodschap. Dus een bijbel lezen. To yawn. Ik weet hoe je het moet spellen. To yawn. Geven. Yawning. Is, maar dit is toch kreunen of niet? Wijd openstaan, oké. Wijd openstaan van de vrouwen, ja, oké. Really have to ask, is that the best they can do? So what about the media? How are they doing? How, and Rebecca, how long have I got? Let's start with the keyboard feminists who found so much offense in Mark Latham's recent crude tweeting about a handful of women. And Latham last week gave up his column at the Australian Financial Review, and I'm not defending Latham. I mean, his gratuitous nastiness so often detracts from what can sometimes be a confronting kernel of truth. But it's uncanny how the sisterhood strikes when it suits. For political purposes... The sisterhood.
Ik vind ook echt dat zij gaat maar lekker met al haar zusters naar Schiermonnikoog Oost. En allemaal lekker samen tegelijkertijd ongesteld zijn. Wat heb je hier aan? Is geouwe hoer in de ruimte. Zij moet het hebben over het feit dat vrouwen, die gaan op hun rug liggen met hun knieën uit elkaar voor Jan en alle man. Die geven niet om hun kinderen. En de moeder van mijn kind, die zal het een biet interesseren. Het enige wat de moeder van mijn kind interesseert is dat zij de baas is. En dat haar kind precies doet wat zij graag wil. En dan mag mijn kind mag daarna vrije tijd besteden. En dat zij dan een tijd kan doorbrengen met de zoveelste nieuwe vriend. Dat is alles. Dat is alles wat vrouwen doen. De kerel de deur uit trappen en je kind gaan domineren. De moeder van mijn kind die heeft mijn tweede kind in stukken laten snijden. Daar zou deze blonde bitch het over moeten hebben. De mother of the child of Perry Winkle had his child cut into pieces. En dit was cut. En you women should not do that. Or else you should prevent that guys like Perry Winkle fuck you in the vagina. De steaming vagina. Ja, precies. Doe je knieën tegen elkaar. Klappen voor mijn bek. En dan kan ik ook tegen die vrouw zeggen, tegen de politie. Ja, ze heeft me voor mijn bek geslagen. En ik wil een scheiding. En al mijn poen terug. Daar zou die blonde bitch het over moeten hebben. Ik wil niet vrolijk overkomen. Ben jij maf? Maar leer mij die bitches kennen. And not as a matter of principle. So it's apparently fine for Fairfax's Clementine Ford to call Miranda Devine an effing C on Twitter, but it's not okay for Mark Latham to use equally crude language. Well, I say a pox on both of them. Now, some years ago, Malcolm Turnbull rang me at home and he asked whether I had caught up with what Latham had said about me, and I hadn't caught up with what Latham had said. Yeah. Oh. Mevrouw Blonde Bitch. Met je grappige bril. En je hebt een puist. En ik vind die jurk van jou. Ja, het is wel zedig. Maar te mooi, hè? En twee microfoons is overdadig. Niet nodig. Maar jou. Jouw idee. Waar heb je het over? Ja, want wij feministen, wij zoeken naar zelfstandigheid. Wat? Ja, want wij zijn af en toe ongesteld, maar dat overleven we wel. En ik weet heel goed, op Perry, dat jij gehoord hebt in jouw leven dat vrouwen niet met elkaar kunnen samenwerken, want daar wordt helemaal niks. Maar we gaan het wel doen. Ja, ga het lekker doen, homo. En een beetje mannen lopen afzeiken en tegen de, ja, gewoon niet over de Bijbel vertellen. Ja, we zijn eens in de vier weken ongesteld en dan zijn we niet arbeidsfähig. Arbeidsgeschikt, dus arbeidsfähig is het Duitse. Arbeid mag vrijen. Maar zijn we niet arbeidsfähig? Maar dat hoort er allemaal bij en die mannen die vergoeden dat. Ja, tegen welke vergoeding? Ja, maar mannen zijn dom en maken oorlog. Dus luister even naar mijn geoven hoer door een microfoon. Latham had rose in our federal parliament and called me a skanky hoe. Well, I didn't know what skanky hoe meant. So while I was on the phone to Malcolm, I quickly googled it, which was a mistake because needless to say, I was inundated with more porn than is healthy when you're sitting at home surrounded by children. And I don't recall a single lefty feminist ticking off Mark Latham for calling me a smelly whore, as I discovered.
And of course, that stunt came about because Latham was put up to saying those words for Hansard. Dared. Ja, dat moet ik gaan doen. Ik ben ook zo vaak uitgescholden door stoephoeren. Oh, iemand noemde mij een stinkende hoer of zo. Huh? Dat was een man. By a lefty feminist, of course. There is an in-crowd of feminists, like the plastics in that iconic movie The Mean Girls. The plastic feminists have their own set of rules. It's not about wearing pink on Wednesdays and tracky pants on Fridays. The feminist plastics have rigorous membership rules around believing in abortion. Hier heeft ze een punt. Feministen geloven in moord. Dat moet ze zeggen. En die stoepmoeder van mij ook, hè? Ze had, nadat de conceptie had plaatsgevonden, toen werd ze niet meer ongesteld. Dus haar lichaam ging zich aanpassen. En van, oké, er is een nieuw mens in je buik. Toen had ze gelijk dat nieuwe mens kunnen laten choppen. Is een morning after pill erin of zo. Nee, die stoepmoeder van mij, die wachtte 14 weken. Totdat dat wezen het hart ging laten, het hart ging kloppen. En toen dacht ze, ja, nu moet ik er echt vanaf. Want het hart is aan het kloppen en de benen zijn aan het schoppen. Ja, nu snijden! Moord. Daar zou deze blonde bitch het over moeten hebben. Die zou moeten zeggen, ik heb een boek gevonden en het heet De Bijbel. En het zoveelste, de Bijbel is een bibliotheek. En het zoveelste boek is Exodus. Dat is de ontsnapping uit de slavernij. En daarin staat, gij zult niet moorden. En er zijn mensen en die denken van, ja, dat staat wel in de Bijbel van die Joden en Mozes. Dat doe ik niet aan. Ik laat wel gewoon lekker moorden. Ja, dat heeft die moeder van mijn kind gedaan. En die werd gek, jongen. Daar zou deze blonde bitch het over moeten hebben. Van meisje, meisje, als jij een piemeltje, piemeltje in je kutje, kutje hebt laten steken en je eicel is bevrucht, dan heb je één ontsnappingsroute, dat is de morning after pill. Daar ben je minimaal 14 dagen uit beeld. Maar daar had je toch geld voor, of niet? Daar moet je goed over nadenken. Je hebt dus geneukt met een kerel zonder condoom. Ja, waarom? Was je met hem getrouwd? In mijn geval wel, hè? En je hebt geen zin in die zwangerschap? Ja, dat is gejank achteraf. Nee, want wij moorden dan gewoon. Want wij zijn feministen. Even luisteren naar die bitch hier. Quotas in glass ceilings and of course assumed sexism. The feminist collective is overflowing with unprincipled trivia too. A couple of years ago, an English feminist in a London newspaper wrote this after reading something. She said, I washed my hands with antibacterial soap, but couldn't cleanse my mind from the rising rage and desolation. Or was she reading perhaps about female genital mutilation? Or maybe child marriages? No, of course she wasn't. The enraged feminist had just finished reading the fictional 50 Shades of Grey. Now, this poor commentator would probably have to take a vaginal steam bath. Yeah. 50 Shades of Grey. Maar dat is maar een boek. Erg slecht geschreven. Ik heb het gelezen. Het was anderhalve pagina en toen konden mijn hersenen die slechte taal niet meer aan. En dat terwijl ik toch echt een halve liter rum in mijn nek had.
En mijn Geleense vriendin tegen mij zei van alsjeblieft. En zij had die rum betaald. Ik heb de rum betaald, wil jij voorlezen? Ja, natuurlijk, schatje. Maar Fifty Shades of Grey, dat is er niet uit te krijgen. En dat zou tegen deze bitch zou dat moeten weten. Want er geldt niet Fifty Shades of Grey. Om het even af te sluiten. Ik zal nog een klein stukje van haar laten horen. Je hebt Adam. Dat is de ademhalende. De Adam. De mens is dat. De mens is zich bewust van de ademhaling. Een hond ook. Maar dat gaat, ja, dat gaat anders. Bij de mens is de ademhaling. Dat is Adam. En dan heb je die andere mens. Dat is ook een mens. Vrouwen zijn mensen. En die hebben dat hormoonsysteem. Elke 4 weken zijn ze chagrijnig of whatever. De last van de hormonen. Daar moet ze het over hebben. Zij had moeten zeggen. Ik sta hier voor de microfoon om tegen jullie te vertellen dat wij vrouwen in de Ecclesias niet het woord mogen voeren. Wij dienen de man. Want wij zijn 1 keer in de 4 weken ongesteld en dan willen we toch te eten. Ja, en wie zorgt daarvoor? Ja, maar ik heb zelf het idee dat wij vrouwen, dat we allemaal samen gaan wonen. Ja, dat vind ik ook best. Dat vind ik echt geen enkel probleem. Want deze bitch hoef ik niet te neuken. Dat kan ik je nou wel vertellen. Hij lult een beetje uit haar nek met een mooie bril en een kerel die meer verdient dan zij. Want zo zijn die bitches, hè? Altijd een kerel uitzoeken die meer poen in de maand binnenbrengt dan jij, hè? Want dan ben je een goede bitch. Een echte feministe. Ik overdrijf maar een beetje, misschien heb ik geen gelijk, weet jij veel. If she listened to the words of Esther Perel recently giving a TED talk, who made the point that most of us in fact get turned on at night by the very same things that we may demonstrate against during the day, that the erotic mind is not very politically correct. And I'll leave that subject to Cosmo magazine, save to say that feminism these days doesn't even understand the notion of freedom in the bedroom. So, and how are our politicians faring on the feminist front? Well, again, I'll go into overtime here. The horror, exclaimed Green Senator Larissa Waters last year. Was she responding to Islamic State's propaganda, perhaps? Godver, dan gaan we het hebben over modernisme. En deze bitch weet helemaal niet waar het over gaat. Het gaat bij de mensen om het woord. Bij dieren gaat het om de voortplanting. En dienen. Honden zijn er erg goed in. En katten, maar die worden ook geil, jongen. Oh man. Die neuken de hele tijd. Bij ons mensen gaat het om het woord. Dat is de overschakeling. En je mag niet ouwe hoeren, mevrouw Janet. Weet ze ook weer? Even, nee, ik ga me even terug, maar maak het uit. Ik slaap door. Ik ga niet verder luisteren naar deze vrouw. Even terug naar het begin. Hoe heet ze ook alweer? Waar staat die naam nou? Jeannette? Ze heette Jeannette. Even het geluid uit. Even kijken. Albrechtsen. Dr. Jeannette Albrechtsen. Niet doen, die vrouw.
Ze is niet getrouwd. En ze ouwe hoert alleen maar. Met twee microfoons. En ze heeft het niet over die bitches die alle mannen bedriegen. Op hun rug gaan liggen met hun knieën uit elkaar voor de eerstbeste yo-yo. En hun kerels de deur uit trappen omdat ze toe zijn aan een verandering. In die zin dat alles hetzelfde blijft, maar dan die kerel de deur uit. En dan rode wijn suipen met de nieuwe vrienden. En feministen mogen me echt mijn rug op. Oud-feminisme, nieuw-feminisme, flikker op. Die vrouwen die gaan maar een keer lopen ouwe hoeren tegen hunzelf. Tegen hun eigen groep. Die vrouwen die gaan aan elkaar maar eens uitleggen dat als je je in je kut laat neuken en je krijgt een kind en je laat die vader dan verrotten, verrekken, dan heb je kindermishandeling gepleegd. En child abuse, om maar even op zijn Australisch te zeggen, maar dat is in Nederland verboden. Er zijn wetsovertreders. Daar had ze het over moeten hebben. En dan niet lopen lullen over. Ik heb een brief gekregen van Johannes de Huppeltje Pup. En die zei... Nee. Als jij jouw vagina laat volproppen met de penis van een kerel... en je krijgt er een kind van... dan heb je respect te hebben voor dat kind. En als jij je kind laat vermoorden... middels een abortus. Dat is een ontvruchting. Je laat je kind aan stukken snijden. Dan ben je een moordenaar. Als jij, zoals de moeder van het kind van Perry Winkel... een scheiding door zijn strot duwt... en zijn Aupingbed jat... wat 1900 gulden heeft gekost... en die rode bank... en die grote tafel, en al die stoelen, en de wasmachine, en dat hek wat in de onderin staat. Als je dat allemaal jat, dan ben je een dief. Punt! Ja, klaar, toch? Dat had die blonde bitch moeten zeggen. Van meisje, meisje, doe dat niet met je man. Want je man, als je die goed uitgekozen hebt, dan levert die geld op en jij dient die man. Flikker op, ik wil er echt niet neuken. Ik ga er niet zoenen ook. No way. Een voetenmassage zit er ook niet in. Ze heeft toch al een kerel die ze misbruikt. Ja, ik ben een hele verstandige vrouw, want ik ben van het oude feminisme. Nee, je stelt helemaal niks voor. Je bent hetzelfde als al die andere vrouwen die allemaal weten dat al die vrouwen verneukende mannen. En daar heb je het niet over, hè? Heb je zelf al kinderen gekregen? Janet Albrechtsen? Nee, natuurlijk niet. Nee, want ik ben een intelligente vrouw en ik ben maatschappijobservateur. En dan ga ik ouwe hoeren in een microfoon en dan heb ik het over vage dingen. En niemand weet waar ik het over heb. De echte erge dingen, zoals de aanslagen van 11 september. Toch wel altijd bij elkaar 3000 directe doden en daarna nog 3000 bijkomstige doden. En toen kregen we die aanvallen op Afghanistan, want dat snap je ook wel, Perry. Je bent toch niet dom of zo, hè? Maar de aanslagen van 11 september, die zijn gepleegd door die familie van die Arabiërs. Die wij, die Saoedi's, hè? Nou, Saoedi-Arabië, weet je wel waar dat ligt, Perry? Want dat weet je waarschijnlijk niet, maar je hebt Israël en dan moet je iets naar het zuiden gaan. En dan niet naar links naar het zuiden, waar Egypte ligt, maar dan moet je naar rechts naar het zuiden. En daar ligt Arabië. En dat is gegeven door de paus aan de Saoedische
De Saoediërs, de familie Saoedi. Nou, en die hadden het gedaan, hè, die aanslagen van 11 september. Dus zijn wij Afghanistan binnengevallen. En daar hebben wij best veel Afghanen vermoord. Nou, toen waren we klaar in Afghanistan, of nog niet helemaal. En toen zijn we Irak binnengevallen, want dat was ook niet Saoedi-Arabië van Osama Bin Laden. Zoals jij zegt, Perry, jij zit er al aan te zeuren dat het Osama Bin Laden was die een Saoedi-Arabië was. Ja, dat was dus zo. Hè? En toen zijn we Irak binnengevallen, hebben we ook de hele land... Daar moeten ze het over hebben. Vrouwen aan de macht. Ja, ik vind het best. Maar niet zulke dombo's zoals dit. Ik heb ooit gewerkt onder een vrouwelijke manager. En die rookte 2 pakjes Caballero. Of Caballero. Per dag. Ja, die kon manager. Tegen haar kon ik ook zeggen... I am your slave. Nee, voor zo'n vrouw wil ik wel werken. Maar die werkte. En zij? Die oude hoert in een microfoon. Over het verschil tussen het oude feminisme en het nieuwe feminisme. Ik heb helemaal niks aan feminisme. Ik wil vrouwen die werken. De moeder van mijn kind, die deed helemaal niks. Geen afwas, geen ramen lappen, geen kleed uitkloppen. De werkster kwam langs, maar die wilde ze ook niet begeleiden. Want ze moest naar dat belangrijke werk, naar het CITO. Het Centraal Instituut voor de Toetsontwikkeling. Terwijl madame, de moeder van mijn kind, die kan helemaal niet rekenen. Ja, maar ik krijg wel geld. Daar zou die bitch het over moeten hebben. Die zou moeten zeggen tegen al die kerels... Look it up, man. En pas op. En check vooral met die vrouwtjes... dat ze niet alleen voor de seks gaan... maar dat ze ook bereid zijn om iets te gaan doen. De ramen lappen. Afwas. Stofzuigen. Ja, maar dat is geen werk voor een vrouw... want daar wordt ze onderdrukt. Nee! Precies, dus dan mag die kerel dat allemaal doen. Ik ken toch al die verhalen, jij blonde bitch. Zij zou het moeten hebben over dat het goed is voor het vrouwelijk karma om het huis te verzorgen. Ja, maar dan moet ik zorgen voor kinderen. En dat laat ik liever over aan het kinderdagverblijf. Want dan kan ik zelf een interessante baan hebben bij het CITO, het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling. Want ik kan zelf niet rekenen. En misschien dat ik daar dan kan leren hoeveel 3 keer 4 gedeeld door 2 is. Want ik ben een vrouw en ik moet vooruit. Nee, je bent een stomme bitch. Je had voor je huis moeten zorgen. En de afwas moeten doen. Keukenkastjes schoonmaken. Leer mij die vrouwen kennen, man. Niet te doen. Echt niet. En is dat jammer dat ik het zeg? Nou, ik denk het niet. Het is gewoon waar. Het niet te doen. En dan ga ik nu deze uitzending afsluiten, want er is genoeg gekanker. En ik hoop dat Jurk Liesman hier niet naar heeft geluisterd. Want hij is een bijbelgelovende christen. Die heeft gezegd van, ik hou niet van systeemkritiek. Nee, maar ik ben stikzaggerijnig en ik doe het toch. Maar niet voor Jurk Liesman, want met hem lees ik de Bijbel. Snap je? En niet naar dit geoude hoer van dokter Jeannette Albrechtsen. Ik denk dat zij
Boven de, ja, die zit al in de, tegen de overgang aan. Dus die krijgt geen kinderen meer. Dat is misschien maar goed ook. En dan op zoek natuurlijk voor haar, hè, Jeanette Albrechtsen. Naar een mooi bejaarde communistisch tehuis. Jij onbijbelgelovende Jeanette Albrechtsen. Ga er weer. Vrouwen mogen van mij ongesteld zijn, maar wel is het zo dat die vrouwen beseffen, maar ja, ik ben af en toe ongesteld en mijn man die moet er rekening mee houden, dus ik doe de afwas. Kijk, dat zou een goed idee zijn. Dat zij dat gaat zeggen. Doe godverdomme de afwas een keer. Of pak een stofzuiger. Want je kan voor de rest helemaal niks. Jij als vrouw. Je kan niet in de rioleringszuiveringswerk gaan werken. Dat zit er niet in met je karma. Homo. Ja, maar vrouwen mogen ook gevaarlijke dingen doen. Ja, van mij wel. Als je dat wil. Voor een bouwvakker. Dat is een heel gevaarlijk werk hoor, bouwvakker. Dan moet je met cirkelzagen werken en voordat je weet liggen je vingers eraf. Ja, als jij dat graag wil, ja, natuurlijk ga je maar gevaarlijke dingen doen. Of je gaat in de rioleringsdinges werken en dan moet je een gasmasker op voor de H2S. Die waterstof, sulfida. Ja, maar Perry, nu ga je met chemische verbindingen praten. En wat bedoel je eigenlijk? Nou, ik bedoel rotte eieren gas. Ja, maar wij vrouwen, wij zijn niet zo slim. Hè? Hoe ruikt dat dan? Nou, dan, jij, hè? Dokter Jeanette Albrechtsen. Moet je kaarsvet nemen. Daar doe je zwavel bij. En dan opwarmen. Met een spiritusbrander. In een reageerbuis. En dan moet je even snuiven. En dan niet met je neus boven die buis gaan hangen, want de H2S is giftig. Ja? Maar je kan wapperen met je hand. En dan weet je precies wat H2S is. Rotte eieren lucht. En dat is giftig. En jij wil als vrouw, als feminist, ook in Rio gaan staan met een gasmasker. Ja, Jeanette Albrechtsen, doe het. Ik hoop dat ik boos genoeg ben geweest. En dat jullie erom gelachen hebben. En op zijn hamburgers zag ik. Tjus. En dag, lievers.